Wat je dan bent, is een narcistische aandachtshoer. En dan ga je over lijken. Waar het niet dat het lijkt al niet koud is, want Peter leeft nog. In ieder geval, maar je bent dus bezig dus de ellende van een ander op jezelf te betrekken om aandacht. Wat ben je dan, Dennis? Een gore aandachtshoer. Ja. Dan wil ik eerst nog even terugkomen op vorige week. Bedankt, lieve mensen, voor alle steun betreffende de zaak Wilfried Gené. Dat heeft mij goed... Dat heeft mij enorm goed gedaan. Nu is natuurlijk de vraag, heb ik wat gehoord van Wilfried? Ja, heb je wat gehoord van Wilfried? Nee, maar ik heb wel gehoord via iemand anders van VI, die daar werkt, dat hij gewoon woest is en dat het niet besproken mocht worden in de uitzending. Dus er is vooraf over besproken. Dat echt? Niet, ja. Het mocht niet besproken worden. Wat ik het allermooiste vind, is alles wat hij deed. Bij BNR, op Radio Veronica, bij de Oranje Zomer. Overal mag je vragen insturen en overal ging het over niets anders dan... De Lady Chevy's achterbak. Het is toch prachtig? Ja. De man staat altijd bekend als de Föhn en is nu bekend als de Lady Chef. Ja. Ah ja, goed. Dat is tot zover Wilfried. Dan nu een donkere zaak, Jan. Een donkere zaak? Gladys Grace? Nee, die komt zo meteen. Nee, oh. Peter de Vries. We hadden nog niet opgenomen vorige week. We waren net klaar en toen kwam het nieuws. Ja, want anders hadden we het natuurlijk wel behandeld. Maar ja, goed, het was gebeurd. Ik bedoel, ze hebben niet rekening gehouden met de opnametijden van de rolpraat. Verschrikkelijk. We kunnen er niks anders over zeggen. Verschrikkelijk. De misdaadverslaggever van Nederland. De moordaanslag. Het is allemaal verschrikkelijk. Het is nogal verschrikkelijk. En nog heel erg verschrikkelijk. En ik wil trouwens nog even wat kwijt. Sinds hij door zijn potje geschoten is, is hij ook een soort Jezus Christus in Nederland geworden. Sinds wanneer is dat? Want als het dan zo is dat dit een aanslag is op de vrije media, dan moet ik mensen toch wel even aan helpen herinneren dat Peter R. de Vries degene was die zei dat de aanslag op Charlie Hebdo, en die mensen werden daadwerkelijk allemaal doodgeschoten, ja, dat ze dat zelf hebben uitgelokt en dat ze niet moeten zeuren. Nou, het zweet breekt me nu uit, Jan. Nee, maar dan is dit een aanslag op de vrije media, nee. Maar als er daadwerkelijk een hele redactie wordt leeggeschoten, dan vindt hij eigen schuld dikke bult. Ja. En hij vond trouwens ook toen die grensrechter werd doodgeschopt, Jan, door toevallig ook iemand van de mokromafia, toen zei hij, ja, maar dat komt omdat er hele slechte grensrechters zijn. Nee, maar het is nu maar vooral... Nu vooral kijkt men naar de goede dingen die hij heeft gedaan. Hè. Zie de zaken. Nou, hij leeft nog, dus we kunnen ook nog wel even kijken naar de man zelf. Het is niet door nu opeens een soort Jezus Christus geworden, hoor. Nee. Ik vind het nog steeds een verschrikkelijk vervelende vent. Maar ben je het ook met me eens dat hij veel mooie dingen heeft gedaan? Zeker, hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Noem de zaak Nicky Verstappen. Punt is een moordzaak. Voor deze week eigenlijk ook. Die miljoen die ze aan het inzamelen zijn voor die Tanja. Voor welke Tanja? Ja, dat is die cold case zaak van die vrouw die... Tanja Groen is dat? Ja, Tanja. Oh, nou, dat vind ik ook hartstikke goed. Dat bedoel ik. Nou, hartstikke goed. In ieder geval, dus je gunt het zo'n man natuurlijk totaal niet. Je gunt het helemaal niemand niet. Het is verschrikkelijk. En het is heel erg dat dit gebeurt. Dat heeft er ook mee te maken dat de Nederlandse politie en justitie geen moer voorstellen. En dat de criminele organisaties hier kunnen doen en laten wat ze willen. Maar om nou te roepen dat die man een soort Maria Magdalena zelf is, vind ik ook wel een beetje overdreven. Maar goed, dat mag je waarschijnlijk dus niet zeggen. En toen stond Boulevard ook ineens 2 dagen niet meer uit. Zaterdag en zondag geen Boulevard wegens dreiging. Ja, nou, ja. Moet ik daar wat van zeggen? Nou ja, het ging er waarschijnlijk... Het lijkt me toch stug dat ze op een gegeven moment denken bij de mokromafia, god, laten we Nicky Plessen en weet je, die dikke royalty nicht, hoe heet die doorgesnoven pad, hoe heet die? Mark Verlinde, laten we die dan ook maar afschieten. Lijkt mij een beetje stug. Of dat ze denken, god, die Bridget Maasland, dat is toch ook maar een oude sloerie, die schieten we ook door de pannetje heen. Dus, nee, dus dat is natuurlijk een beetje overdreven. Het zou erom gaan dat ze een bazooka zouden schieten op Leidseplein. Maar waarom zouden ze dat doen? Want ze hebben Peter R. de Vries toch al geraakt? Het ging omdat hun negatief hadden bericht over Taggy. Maar ik zei toch net ook iets negatiefs over Taggy? Ja. Maar ja, het is wel, ja. Nou ja. Ik denk niet dat jouw rukbunkertje bestand is voor een RPG'tje, vriend. Meneer Taggy, mocht u dit zien, dat bedoel ik niet zo. Nee, wij zijn ook bang.
Nee, ik ben helemaal niet bang. Zou dan ook de overheid ons naar een andere studio brengen? Want dat zou wel interessant zijn. Daar gaan we erop vooruit. Ja. Maar er zijn ook mensen, iedereen wou daar wat over vertellen, over wat er was gebeurd. Ja. En dan beginnen we even bij Alex Soorsen. Ken je die beste man? Ja, dat is die schreeuwlelijke in Groningen, toch? Dat alles kapot moet. Ja. Luister, super rich. Wie? We zijn er. Ja, we hebben zojuist voor Peter R. De Vries is dood. Hij is dood. Hij is dood. Nee, hij is niet dood. Super rich. Ja. Spannend. Waarom ben je ook weer van Groningen? Ja, maar wat is jouw Ik ben een Bulgaar. Kijk, dat vind ik nou internationaal, hè. Een Bulgaar die Marokkaans spreekt in Groningen. Leuk. Ik ben een Bulgaar. Hoe komt een Bulgaar nou zo'n accent? Zo raar? Ik weet het niet. Dat is een super rest. En dan heb je een hoortje erbij. Hey, vieze Peter! Oude ja, ik vind het lekker voor je. En weet je wat ik denk? Het is niet eens iemand uit de onderwereld, vieze hond. Het is gewoon iemand die jij zijn wijf hebt geneukt. Omdat jij denkt dat je alles maar kunt maken. Ja, want ik ken jou langer dan vandaag. En het straks je eigen vraag is dat hoor je erachter. Is het toch of zo? Nee, je zit daar niet achter. Peter, je bent een swinger geweest, ja? En je maakt gauwhoer met mensen, maar je hebt nooit echt onderwerp opgezocht. Je hebt nooit echt mensen opgezocht. Ja, en je hebt nu op dit moment ook niet met de onderwereld bemoeid. Wat denk jij, bro? Ik heb er niks op te zeggen. Nou, hartstikke mooi. Leuk dat je aanwezig bent dan. Ja, deze man is gestoord. Ja. Punt 1, hij is niet doodgeschoten. Punt 2, het is 100.000% de onderwereld. Liever gezegd, de jongen die is opgepakt, die kreeg 1,5 ton voor die hit en is gerelateerd aan die Taggi-groep. Mm. Dus het lijkt me stug dat Peter de vrouw van die 21-jarige Antilliaan heeft geneukt, toch? Kijk, het is heel simpel. Als er crisis is, dan heb je 3 soorten mensen. Dat zijn dus de bange poepers die zitten thuis te trillen in het keukenkastje. Dan heb je de helden die opstaan. En je hebt de ratten die uit de riolen komen om een graantje mee te pikken. Nou, dit is een rat uit de riool. Dit is een verschrikkelijke vent. 1 voordeel, je merkt aan hem dat hij elk moment een hartaanval of een hersenbloeding kan krijgen. En dat is maar goed ook, want dan zijn we weer van een hoopje stront af. Maar hoezo een hartaanval dan? Die man is jong. Nee, die blaast zichzelf op. Die merk je toch aan alles met het geschreeuw en het geschuimbek en het gegil en het doorgesnoven getetter, joh. Wat een verschrikkelijke vent. En die is bekend omdat hij dan roept, alles kan kapot. Nou, 1 voordeel, Alex. Jijzelf ook. Mooi! Alleen, er kwam op een gegeven moment iemand ook uit het riooltje gekropen. Je verwacht het niet. Glennis Grace. De kofferzangeres. Die mevrouw die redelijk Whitney Houston na kan doen op de kermis in Nieuwekswoud. Die had ook een mening, maar niet zomaar een mening. De moordaanslag op Peter R. de Vries was voor één iemand echt heel erg. En dat was voor Glennis. Moet je opletten. Nog steeds in shock over het nieuws over Peter R. de Vries. Al dat heigerige... Ik zat gisteren in een restaurant en ik kreeg het nieuws te horen van de mensen die daar werkten. En ik ben eigenlijk meteen naar huis gegaan omdat ik gewoon geen zin meer had om datgene te vieren waar ik eigenlijk voor uit eten ging. Dit duurt wel even, of niet? Dat vertelt ook meteen... Ja, maar je moet dit even horen. Ja. Hoe erg ik het me aantrek. Hoe erg zij het zich aantrekt. Wat er is gebeurd. Erg. En niet om dat nou aan de hele wereld te laten merken. Behalve dan dat ze dat nu op de Instagram aan iedereen stuurt. Ik zou vanavond optreden in Pasta e Basta. Mm. Maar dat ga ik niet door laten gaan. Moet je even opletten. Ik heb er goed over nagedacht. Je gaat dus met een trillip, hijgend, zeggen dat jij het heel erg aantrekt. Ik trek het niet om vanavond. Maar dan wil je niet de hele wereld laten weten. Maar je stuurt toch even een filmpje op je Instagram met een paar 100.000 volgers. Dan gaat het niet om jou, hè? Zeker niet. Ik ben daar nu, voor nu, even te emotioneel voor. Een beetje emotioneel. Omdat het ook zo groots is wat er aan de hand is. En, dit gaat door, hè? Maar je moet... Ja, noem maar over emotioneel. Zeker. Dat ben ik ook. Knettergek noemen we je. Dat is iets anders. Maar ik hoop en ik denk dat iedereen wel begrijpt dat ik niet zomaar even de knop op kan zetten.
en kan vergeten wat er is gebeurd. Heeft zij die beste man ooit ontmoet? Nee. Zaken gedaan met die man? Nee. Dus een, en dan zit ik gewoon heel een eenvoudige, ordinaire braderie-zangeres. Hoger niveau dan dat is het niet. Die maakt een filmpje waarom zij het zichzelf aantrekt. Maar ik kan je vertellen, ik heb geteld in het filmpje. Ze zegt 28 keer ik. Ik zal vanavond optreden bij Pasta. Weet je hoe vaak Peter? Is overleg geweest met de organisatie. En ze hebben alle begrip. Tuurlijk vinden ze het jammer. Maar er is gelukkig begrip. Dit gaat maar door. Glennis. Dit gaat niet om jou. Je kent Peter R. de Vries helemaal niet. En die is inderdaad neergeschoten. Dat is niet leuk. Maar hoe kom je er in godsvredesnaam bij om een ego-document op te nemen over jou? Dat jij het je zo verschrikkelijk aantrekt als derde rang zangeresje van Nederland. Want ik ben zo emotioneel. Want ik vind het niet leuk. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet aan iedereen vertellen. Maar ik flikker het wel even op Instagram naar een paar honderdduizend volgers. Want ik wil graag aandacht. Wat je dan bent, is een narcistische aandachtshoer. En dan ga je over lijken. Waar het niet, dat het lijkt nog niet koud is, want Peter leeft nog. In ieder geval, maar je bent dus bezig dus de ellende van een ander op jezelf te betrekken om aandacht. Wat ben je dan, Dennis? Een gore aandachtshoer. Dat kan, maar dan krijg je commentaar op. Liefste gaat, ja. Dus mensen hebben gezegd, sorry Glenda, dit gaat even niet over jou. Ongelooflijke bloedordinaire straatsloerie die je er bent. Er is iemand vermoord, tenminste, er is een moordaanslag gepleegd. Er ligt iemand inderdaad op de IC voor zijn leven te knokken. En het gaat er helemaal niet om of jij het je heel erg aantrekt. En of jij niet een keer je blaar open kan trekken in een of ander restaurantje, ja of nee. Nobody gives a fuck. Dus mensen zeggen, doe eens even een beetje rustig. Dan hebben normale mensen een soort zelfreflectie in die denken dan. Misschien ben ik een beetje uit de bocht gevlogen met een filmpje met 28 keer ik. Maar wat doen mensen met een psychische stoornis? Die reageren daar dan nog een keer op. Laat even zien, Dennis. Waarom ik een optreden had afgezegd. Weer een filmpje op Instagram. Voor al die nietsnutten. Nietsnutten. Aandachtshoer. Die haar aandachtshoer noemen. Like. Denk je nou echt dat ik hier wakker van lig? Ik. Wakker liggen van jouw onnozelheid. Ik heb eigenlijk alleen maar medelijden met je. Medelijden met je? Echt. Gelukkig dat de vader die niet meer hoeft mee te maken, Dennis. Ja, daarom heb ik het filmpje erop gezet. Dus, ga door, hoor. Do you. Screw you. Ik weet wie ik ben. Ik ben Glennis. Oh. Ik word voor narcist uitgemaakt. Ben je ook. Mag. Voor aandachtshoer. Ben je ook. Mag ook. Ik weet waarom ik het gedaan heb. Oh, en ik weet waarom ik het gedaan heb. Hier. Tegen al jullie motherfuckers die er natuurlijk weer motherfuckers te zeggen hebben. Motherfuckers. En dit soort teksten naar mij toe sturen. Ja. I don't really give a fuck. I don't give a fuck. De reden dat ik dit nu zeg, maar ik maak wel een filmpje. Om het even duidelijk te maken. Oh. Like, I really don't give a fuck. Like. Waarom? Oepsie. Mag ik natuurlijk. Mag ik vragen waarom dit soort mensen met MAVO-advies op een gegeven moment in Engelse teksten beginnen te praten? Denken ze dan dat van, nou, ik zet er even kracht bij. I give a fuck, motherfuckers. Like, I give a dat die mensen dan denken, jezus, die Glennis die spreekt ook een woordje over de grenzen. Nou, nu komt het wel even aan. Moet je opletten. Dus je maakt een filmpje waarom die aanslag op Peter R.V. zo erg voor jou is. He? Mensen zeggen, nou, moet dat nou? En dan ga je een filmpje maken waar je die mensen eruit scheldt voor motherfuckers. I don't give a fuck about you, motherfuckers. Liever gezegd, zij zegt ook nog dat, denk je dat ik me er iets van aantrek? Ja, ongelooflijke dombo. Omdat je er een filmpje over maakt. Omdat je zegt dat het motherfuckers zijn. Dan trek je het aan. Dus eerst maak je een narcistisch stukje over een aanslag op iemand anders. En dan ga je reageren op de reacties, op dat narcistische stukje, op de aanslag van iemand anders. Weet je wat je dan bent? Je bent twee keer een narcist. Totaal niet goed bij de paas, hè, deze. En dan gaan we door. Dat wil ik ook niet zeggen, motherfuckers. Motherfuckers. Maar dat zijn jullie wel. Dat zijn jullie wel. So do you. I don't. Ik ga lekker zo mijn ding doen. Ja, lekker mijn ding en doen. En ik hou Peter in mijn hoofd. Peter in de hoofd. Nog steeds voor hem. En voor
Ik hou nog steeds. En wat jullie doen, jongens, door wolven zijn jullie opgevoed. Echt. Zielig. Maar dat geldt dan ook voor jou, door de wolf ben je opgevoed. Ja, dat klopt wel. Nou, daar wil ik liever niet over hebben. Maar het is ongelooflijk dat je dus niet snapt dat je in filmpje 1 te ver gaat. Maar dan ga je er nog een keer overheen met filmpje 2. Dan denk ik, hè, met een ezel en een steen, van je hebt het op een gegeven moment in de gaten dat je hiermee moet ophouden. Want het gaat namelijk niet over jou, ongelooflijk, een derde klasse, niets nut. Het gaat niet over jou, het gaat over de aanslag op een andere man die je niet eens kent. Dus, nou, 1 filmpje, ikke, hè? Dan kom je daar nog een keer met een reactie op van ikke. En dan denk je, deze is zo achterlijk, maar die heeft nu wel in de gaten dat ze mee om moet houden. Filmpje 3! Misschien nou eens op, man. Er zit geen geluid bij, hè? Ja, ik praat wel aan elkaar. Oké. In filmpje 3 op zijn Instagram gaat ze dus mensen die commentaar op haar hadden op filmpje 1, die ze uitschot van motherfuckers in filmpje 2, gaat ze in filmpje 3 gaat ze die mensen met naam en toenaam laten zien. Dat zie je hier achter voorbij komen nu. En die is gek en die is slecht en dat is een motherfucker. Boris ziet er lieve schattig uit, maar heeft de duivel in haar hart. De duivel in haar hart. En ze heeft dus hele teksten gewijd aan al die mensen die tegen haar hebben gezegd, doe nou eens normaal en hou eens op met de aandacht op jezelf te betrekken. En wat doet ze? Ze gaat die mensen nemen en shamen. Dennis, ik zou je wat vertellen. Je hoeft hier geen seconde een LOI-cursus psychiatrie voor te hebben gevolgd. Maar deze vrouw is stapelmesjogge. Deze mevrouw is totaal knettergek. Ik vind het heel ernstig. Ja, ik denk als haar vader dit ziet, die draait zich om in zijn graf. Dat kan je niet zeggen, Dan. Dat kan je echt niet zeggen. Hi, pap. Hi. Zeg eens wat, pap. Hi. Nou, mooi. Faber Jajo, die vindt dus Playmobil. Faber Jajo. Hier staat Faber Jajo. Hij heet toch Faber Jajo? Wie zegt dat? Faber Jajo, zoals ik al zei. Misschien volgende keer verbeteren. Oh, als je iets te verbeteren valt. Die vindt Playmobil racistisch. Nu denk je, wie is Faber Jajo? Faber Jajo is een van de jongens van de jeugd vertegenwoordigd. Dat is een rapformatie die 20 jaar geleden succes had. Met een gouden tand. Maar dat zijn dus jongens, die zijn dus ook helemaal verzand. Die eerst heel leuk waren en lekker gek. En die zijn nu ook woke. En woke is het meest verdorven gedachtegoed van de wereld. Want dan zie je namelijk overal iets in wat niet deugt. Namelijk racisme. Die heeft de tijd gevonden om naar de plaatselijke speelgoedwinkel te gaan. En die zag donkere Playmobil poppetjes, de POC. Playmobil of color. En wat is het probleem, Dennis? Wat denk je? Die donkere vrouw die dat kindje duwt heeft rode lip. Er staat er heel groot bij. Wat gebeurt hier? Nou, die donkere vrouw heeft rode lippen. En dat mag niet, want dat is racistisch. Want donkere mensen hebben geen rode lippen. Playmobil is geloof ik het bedrijf wat zelf gestopt is met Sinterklaas en Zwarte Piet Playmobil poppetjes. Omdat ze zijn gaan bukken voor die idioten. En nu is een donker Playmobil poppetje die een donker baby Playmobil poppetje lekker op een, hoe heet zo'n ding? Schommel. Op een schommel aan het voordeel is. Het enige verschil is natuurlijk wel, en daar zie ik dan het racisme in, dat wij zeg maar blanke mensen een schommel hebben en zij hebben dan, ja, een soort bananenboom waar ze dan dat in doen. Dan denk ik, is dat nou nodig? Ja, is dat nou nodig? Maar daar ziet hij dan het racisme niet in. Hij ziet het racisme in dat die mevrouw rode lippen heeft. En een vraag aan Faber Jajo. Yo, rapper Faber Jajo. Als die mevrouw bruine lippen zou hebben en een bruine, bruin gezicht, dan had ze geen lippen. Dan zag je niks. Dan zag je ogen en verder is niks. Dan denk ik dat het ook niet goed was. Dus wat voor kleur lippen stel je dan voor? Omdat die mevrouw dan wel een mondje heeft. En nog wat. Denk je dat Playmobil, dat is gewoon een speelgoedbedrijf,
op een gegeven moment denkt, ja, nou, dan laten we dus een donkere vrouw en een donker kindje op een schommel in een bananenboom aanduwen. En dan geven we de rode lippen. Yes, fuck her! Dat denk ik niet. Ik denk dat ze haar rode lippen geven, zodat je ziet dat ze een mondje heeft. Dus als je daar racisme in ziet, dan ben je inderdaad woke. Want woke betekent namelijk dat je knettergestoord bent. Zo kan je toch godverdomme in alles racisme zien, Dennis? Maar die beste man heeft zelf een gouden tand. Oh, dat mag niet. Dat is dat? Nee, dat is een culturele toe-eigening. Want donkere mensen hebben gouden tanden. Namelijk in de rap scene, waar hij ook in zit. Wacht. Oh. Hij zit in de rap scene. En hij is godverdomme zo wit als mijn reet. Dat mag ook niet van bij jou. Dat is racisme. Wilfred, die staat ook in de rap scene. In een kiprap zien. Dat is iets anders. Maar rappen is toch ook voor donkere mensen. Omdat ze zich, weet ik veel, 200 jaar geleden voelden ze zich heel erbarmelijk behandeld op de plantages. En daarom zingen ze nu. Yo, 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 I'm a n***, hoor. Jan. Wat? Het N-woord. Het kan echt niet, het N-woord. Moet je even wegpiepen dan. Ja, yo, niet. I'm the money maker, bitch. I fuck you in your cunt. Yo, yo, n***er, yo, yo. Kan je toch een piepje overheen zetten? Ja, maar dat kan toch niet? Ja, maar dat doen rappers dus nu. Het N-woord. Dat kan je er toch uitpiepen? Ja, maar jij zegt het bewust. Zeg sorry. Ik citeer hoe die mensen zingen. Ja, dat mag niet. En die hebben gouden tanden. En waarom hebben ze gouden tanden? Omdat ze bang zijn dat ze op een gegeven moment door hele slechte mensen in een boot worden gezet. Naar de andere kant van de wereld worden vervoerd. En dat ze altijd goud hebben om weer terug te komen. Denk ik. Dit is een heel bedenkelijk. Dit is echt een heel bedenkelijk. Ja. Maar hoe kan je dus hier kun racisme... Kun jij mij vertellen... Hoe kan je hier racisme in zien terwijl je zelf rapt? Rappen is voor donkere mensen, want die zijn heel erg slecht behandeld... door mensen als Fabiejo en de voorouders van Wilfred Gené. Kun jij uitleggen waarom mensen überhaupt gouden tanden nemen? Nee. Nou, ja, donkere mensen, dat snap ik wel. Nou? Om een retourtje terug te kunnen boeken als ze weer in de boot worden gestopt. Het is niet waar. Het is die gouden tand een soort van verzekering. Dat denk ik, ja. Verzekering. Oké. Maar nee, maar ik zou je vertellen. Vroeger, vissermannen, die hadden ook altijd zo'n gouden oorbel. En weet je waarom ze zo'n dikke gouden oorbel hadden? Nou. Niet omdat ze eruit wilden zien als een leernicht. Wat zie je nou door mij te hoesten? Sorry. Je hebt toch niet... Nee, naar... Jan! Ja, we gaan naar Mallorca. Heb je... Ja, ik heb een goede test. Goede test. Negatieve test. Mooi, dat is positief. Ga verder. Aber, die vissersmannen die hebben dus een gouden oorbel, een hele grote klomp goud in hun oor. Niet omdat ze toevallig in de leernicht te zien zitten, maar omdat ze dan, als ze verzuipen en ze spoelen ergens aan, dat daarmee hun begrafenis bekostigd kan worden. Misschien is dat hetzelfde met de gouden tand. Voor rappers, dat als ze neer worden geschoten bij een drive-by shooting, dat mensen denken, ah, dan kunnen we hem begraven op een nette manier. En waarom doen witte mensen dat dan? Om die zwarte mensen na te doen. En dat is racisme. Dus Fabiejo, je bent een racist. Bij vorige het met... zou mij ook niet verbazen dat hij af en toe wel eens een wit puntmutsje draagt. En een kruis in de brand steekt. Ja. Voor de KFC. Zou mij niks verbazen. En maar lekker rappen. Heb je trouwens wel eens met een donkere vrouw gedaan? Nee. Heerlijk. Ja? Heerlijk. Had hij een gouden tand? Kon je haar op de boord zetten? Ja, ja, jij begint. Ik doe zo normaal, maar dat ja, zeg het nee, dan niet. Ja. We gaan naar Joyce Join, een vlogger. Wie? Vlogster, Joyce Join. En Joyce zegt sorry tegen haar kijkers. Joyce Join? Ja, een vlogger. Nooit wel hoor. Hallo allemaal, het is vandaag allemaal wat anders gelopen dan ik had gehoopt. Wat de fuck is dit? Moet ik niet het rubriekje instarten? Wat dan? Is dat een transformer? Of niet? Nee. Is het een echte vrouw? Ja. Oké. Okay. Ik had een afspraak op het politiebureau. Zit ik naar te kijken? Wat is dit? De meeste van jullie weten wel, ik heb een buurvrouw waar ik een enorme ruzie mee gehad heb. En ik had aangifte tegen haar gedaan omdat ze vorige week een... Ja, mijn balkon heeft bekogeld met eieren. En ik kreeg zelf een ei recht in mijn gezicht. Nou, dat zijn de koppers omgeleid. Dat allemaal naar aanleiding door haar man, de buurman. Wie is dit? Wat is dit hond? Joyce Join. Ga langs. Ze is s'nachts aan de kassa, dus ze werkt vaak s'nachts en dan is haar man alleen.
En lekker ondergebied ook. Ik ben dan uit voor goede gesprekken met elkaar. Ach, goede gesprekken met de buurman. En toen was ik een keer mijn oorbellen vergeten. Niet twee kruisen. En een pasfoto was ik een keer verloren. Oh, natuurlijk, een pasfoto. Klachten, dus dan ging ik wel eens daar op bed liggen. Is het een toneelstukje? Ik weet niet wie het is, maar is het een toneelstukje? Nee. Het is de buurvrouw, die is de oorbellen, de pasfoto daar verloren. En ze ging dan wel zo op bed liggen onder zijn rug lag. Terwijl ze vijf achter de kassa werkt ergens. Wat is dit? Nou, die wil ik afzien. En dan ging ik oefeningen doen om van die pijn af te komen. Oefeningen doen? Naar de buurman op bed? Dat was die oorbel en die pasfoto was ik vergeten. Toen ging zij mij verdenken van een affaire met haar man. Joh. Wat zit er nou? Ja, het bleek toch allemaal wel iets anders in elkaar te zitten. Oh, wat zit er? Wat is dit? Oh. Omdat, nou ja, die buurvrouw die had niet zo goed huwelijk met die man. En, het bleek gewoon een hele harde vrouw te zijn. Nou ja, we hebben het over de situatie gehad. En waar het over ging was, jongetje, dit land. In feite dat ik, het land begint er echt af te zinken, dan de bodem op zijn put. Ik had eigenlijk een beetje gelogen ook tegen jullie. Oh. Ik me ook wel een beetje geneerde voor de situatie en ook voor de buren in de buurt. Maar er waren geen oefeningen, hè? Met de rug. Kijk, ik was daar en dan ging ik gesprekken met hem voeren. Snoeihard in de reet genaaid. Komt die? Ja, zo kijk ik ook dan. Ik was een beetje naïef en, nou ja, als ik met hem ging praten, dan zaten we op de bank of gingen inderdaad in bed liggen, omdat ik dan last van mijn rug had en zo. En ik was naïef, omdat hij me steeds had uit te lokken van ja, zullen we dit doen en dat doen. En, dit is toch niet echt? Nou, zo kwam van het een het ander. En toen weer als toch een buurvrouw bij je langskomt die zegt, ik wil wel met je praten, maar wel op bed, dat ik heb pijn in mijn rug. Wat doe jij dan? Ja, als zij komt dan. Nou, als zij komt, dan kwam bij mij niet eens de gang in. Maar. Wat is dit nou? Zij heeft dus wel dat je knikken met die gozer. Ja, dat komt. Inderdaad, wel dingen gedaan. En ik was niet eens echt verliefd op hem of zo, weet je wel. Maar het was gewoon meer voor de spanning. Ik heb trouwens deze oorbellen ingedaan ter bescherming van mezelf. Omdat ik nu echt voor eens of altijd hoop dat alle demonen uit mijn leven wegblijven. Oh, deze is niet goed, hoor. Deze oorbellen in doen. Maar in ieder geval, heeft ze nou liggen neuken of niet? Ja, het is uit de klauwen gelopen. Oh, blijkbaar wel. De buurvrouw was eigenlijk de dupe daarvan. En vandaar dat ze me had bekogeld. Het gaat nog heel lang door. Nog zeker 6 minuten. Ik ben zo benieuwd naar die buurman. Want als zij dus de mond open doet, dan zie je dus een rij hele scheve bruine tanden zo staan. Nou, ik weet het niet hoor, maar dan krijg je hem niet maat. Goed. Nou goed, dat is dus deze vrouw. En dit heeft ze meegemaakt. Alleen, het verhaal kreeg nog een afslag. Zij lost het uiteindelijk op met de buurvrouw en iedereen is weer langer gelukkig aangifte voor teruggetrokken. Incident gebeurt en dat. Dat is de moraal van het verhaal, maar ze schaamt zich erg naar de buurt. Maar op een gegeven moment heeft onze collega hier een stukje over geschreven. Ja. De website. Zo, even de al. En dat viel niet in de smaak. Op rondgraad.nl. Ja, Bert, even snel een video. Boos op Jan Roos, kwaad op Dennis. Nodig. Want hier kan ik niet alleen door. Dit is wel nep. Nee, ze is in het eerder. Ik ben nieuw op mijn kanaal. Deze is gek, joh. Dit is een dag later. Op het duimpje omhoog. Abonneer en op het belletje lellen, alsjeblieft. Doe niet. Als je... Jullie zijn niet gewend dat ik op dit tijdstip upload. Ik denk dat veel van jullie ook gisteren mijn video hebben gezien.
waarin ik een ontboezeming doe. Ik deel nu een verhaal over de buurman. En de buurvrouw waar ik een fitty mee had, zeg maar. Ja, babes. Even mijn brilletje op. Zo, hij is vies. Wie kijkt hier naar deze onzin? Ah, fans. Dit duurt nog wel even. Jullie zien het alweer. Mijn kruisen heb ik alweer ingedaan. Demonen op mijn pad. Het zal weer niet. En voor de oplettende kijker, ik heb de advertenties uitgezet voor deze video. Deze video is ook geen haat. Het is ook geen anti-personen of kanaal. Dit is puur voor mezelf opkomen. En ik wil gewoon niet verdienen aan ellende. Oh, een lolletje. Iemand moet de schade betalen. Hans, lieverd, als je kijkt, jij betaalt schade. Onder deze video staat een linkje en dan kun je even doneren, lieverd. Hans, doneer gerust. Voel je vrij. Gisteren, weet, had ik dus die video geüpload over de buurman, de buurvrouw en ik. Dat ik een gesprek had met de wijkagent en de buurvrouw. Is dit echt vooral niet toneel? En, ik twijfel ook nu. Nou, daar deelde ik wat over. En zoals jullie weten vind ik het heel lastig om over mezelf te spreken. Deze stapel, met Jochem. En vooral diepgaande onderwerpen. Gisteren durfde ik dat omdat ik voel me met jullie steeds comfortabeler, zeg maar. Dat ik wat losser durf te zijn, hè? Wat meer uit mijn echte leven durf te delen. Dennis, hoe lang duurde het, godverdomme? Het was een emotionele video. Ja, het was echt een zee aan warme berichten van Joyce. Laat je niet gek maken, we staan achter je. Wat goed dat je dit durft te delen met ons. Weet je wel, dat soort reacties. Ik voelde me zo gesteund daarin. Ik kan weer vol lopen, maar doe alsjeblieft niet, schiet even op. Ja, ik wilde beginnen om even te zeggen, dat doet me heel veel. Dus dank jullie wel daarvoor. Wanneer kom ik er dan in het verhaal? En ik voel me heel erg gesteund door jullie hierin. Maar nu werd ik vanmorgen wakker en toen kreeg ik een berichtje van iemand op Insta. En die zei, je moet even hier naar kijken. Dus ik klik op dat linkje en ik kom op een Insta-account uit van Roddelpraat, heet dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is, schijnt ook een YouTube-kanaaltje te zijn. Ja, niet zo groot als de jouwe natuurlijk. Maar die hadden dus een post over mij gemaakt, ja. Over die video van gisteren, zeg maar. En ik ga even opnoemen wat er in die post stond. Ik heb hem hier voor me als het goed is. Oh ja, hier. Bekende YouTuber in tranen. Ben vreemd gegaan met de buurman. Nou, daar begint het alweer. Dus dan weet je alweer wat voor kwaliteit dat kanaal heeft. Want ik ben geen bekende YouTuber. Ik ben een zangeres, een liedjeschrijver. Oh, sorry, dat wist ik even niet. Daar gaan ze alle fout in. Maar dan delen ze ook nog even een linkje naar hun website waar een artikeltje over mij staat. Daar ga ik het zo even over hebben. In ieder geval op Insta ging ze nog even door. Want daarna kwam er nog een post. Accepteert u de excuus van vlogger Joyce Join? Soort opinie. En nu staat het op 20% ja, 80% nee. Dus dan weet je alweer dat... met name mannen zijn. Ja, met mannen die zijn. Die zwart willen maken. Het lijkt me echt zo'n mannenkanaal, laat ik het zo zeggen. Oh, het ziet heel vrouwelijk uit, Roddelpraat. Maar als je zo al die reacties leest, dan merk je echt wel dat het vooral mannen zijn. Die boze mannen, weet je wel. Boos op vrouwen. Vrouwen hebben het altijd gedaan. Dus de uitslag is nu nee. Toch? Die vuile dikke stong heeft godverdomme de buurman liggen pijpen. En nu zijn mannen het kwaad. Wat is dit? Josh John. Hoe lang gaat dit nog door, hé? Ik ga bijna naar huis, hoor. Oftewel, de meeste mensen accepteren mijn excuus niet. Terwijl mij kijken ze wel doen. Dus ik klikte door naar dat artikel op Roddelpraat. En daar kwam ik op een website. Ja, website. Dat was echt zo schokkend. Maar waar ik op die site kwam, ik kwam er dus achter dat het inderdaad ook een YouTube-kanaaltje is. Ze hebben dus ook een YouTube-kanaaltje. En daar zit een of andere Danny. Wacht even hoor. Onze Danny. Dennis heet hij. Maar daar kwam ik dus achter op die site. En ik kende dat gezichtje
ja, een of ander kindsterretje of zo. Hij was, ja, toen in Zaandam. Had je die probleemwijk, had je van die straatvloggers. En volgens mij was hij er onderdeel van. Hij was zo'n straatvlogger, zo'n tuigvlogger. En toen kreeg hij een nieuwe kans. En toen ging die... Ik denk dat jij de haakneus bent. Had vertrouwen in zijn toekomst. En dat bleek toch niet helemaal goed te gaan. Ik denk dat jij de haakneus bent. Door die ontslagen is. Maar echt zo'n kindsterretje die dan nu een YouTube-kanaaltje begint. Is wel zo. Samen met Jan. Jan Roos, die kent iedereen wel eens een beetje. Ja. Weet je, oude man, dikke bierbuik, weet je wel, dat soort dingen. Altijd commentaar, altijd anti. Ook anti-vrouw trouwens. Ook... Nou, vooral anti-lelijke dikke wijf met bruine tanden. Dat klopt wel. Godverdomme. Ik zou mijn blinde bouffier nog aftrappen van dat lelijke kring. Ik kan tegen. Ik kan niet tegen geëmancipeerde wijfies. Echt zo'n zeur, weet je wel? Zo'n zeikertje. Ze zit godverdomme al 18 minuten te lullen over dat ze de buurman heeft gepijpt. En dan ben ik een zeur. Gewoon lekker doen, meid. Slikken en weer naar huis. En godverdomme de afwas doen. Ja, toch. Hé, hey, kan dit afgelopen zijn? Ik zit hier echt mijn tijd voor doen. Ik ging dat artikel lezen. Ik lees het nu even op. We weten niet precies wie George Jordan is. Gaat ze dan zitten vreten ook, dat hoor je, dat hutje? Ik zal je vertellen, bij haar ben je anderhalf uur bezig. Wilfred, ik zal er eerst aan beginnen. De hele tijd begint Lily Putty te bellen. Nou, komt chips en M&M's door elkaar? Nog of ze voor man of vrouw kan doorgaan. Maar ze moet even haar hart luchten. Zo gaat ze door met dat gezeur. Maar die eerste zin. Het seksisme. Het genderisme. Het anti-vrouw. Nog of ze voor man of vrouw kan doorgaan. Ja, ik weet het echt serieus ook niet. Ik ga er even bij zitten. Dan kan er weer kwaad in worden. Zo. Hier, voor jullie. Voor jullie. Pst. Maar dat zinnetje, dat. Nog of ze van man of vrouw kan doorgaan. Zo onder de gordel. Zo genderistisch, zo seksistisch, zo anti-vrouw. Babes, dit is precies hoe mannen altijd reageren als ze je niet kunnen krijgen. Snap je? Schoot bij mij dus in het verkeerde keel gehad. Oh man, als we niet kunnen krijgen. Ik zou je vertellen. Ome Jan zit op een onbewoond eiland, hè? Eén palmboom. Kooksnootjes, daar leef ik van. En een bootje aangedobberd. Met dit ding erin. De kans dat ik het neuk, is een stuk kleiner dan ik het opeet. Wat is dit? Nee, let, serieus, wat is het? Is dit een transformer, of niet? Gewoon een vrouw. Ja, maar wat een ongelooflijk onbedaarlijk lelijk konijn. En die heeft hier allemaal praatjes over ons. Dat we het niet kunnen krijgen, terwijl de buurman heeft zitten pijpen. Dit is toch wel smerig. Wat is een smerig wijf. Volgens mij heeft ze niet eens de tanden gepoetst. Want ze heeft verteld dat het ondergebied zit er net zo uit als dat doekje wat ik net hier heb weggegooid. Verschrikkelijk. Nou, schiet even op, ik word helemaal gaar van. En daarom ben ik boos op het kanaal Roddel Praat. Omdat ik echt denk, wat doen die mensen met hun leven? Twee volwassen mannen, nou ja, een jongetje en een oude man. Kirsten. Die de hele dag niets anders doen. Die de hele dag niets anders doen dan over... Gaat ze huilen nu? Over mensen Roddel en praten. Ah, deze is toch wel zo geloofig. Het zit me echt hoog. Die mensen die... Dit is toch... Weet je, en dan gaan ze ook nog grappen lopen maken over dat je verdriet hebt en zo. Het is echt alsof ze messen in je rug steken. En nog even ronddraaien. Want er zijn nog geen traden genoeg, weet je wel. Ze moeten nog even daags roepen. Deze is niet goed. En ook die vieze opmerking... Die vieze opmerking onder de gordel... Of je een man of vrouw bent.
Ik kan hier zo boos op worden, hè? Nou, meid, rotte, joh. Hang jezelf op. Ja, ik heb hier geen tijd meer voor. Ik vind het vervelend. Wat zitten we nou naar te kijken? Hoe zijn erbij daar? Ja, hoe lang duurt het, joh? Je kan dit toch ook niet uitzenden? Niemand wil dit zien. Het duurt veel te lang. Dit moet je echt kort verknippen, hoor. Want ik word er echt heel... Ik krijg helemaal het zweet achter mijn ballen van die van het lelijke hoor. We laten het doorlopen. Gewoon, ja. Nee, ja. Daar zijn mensen echt niet bij. Nee, het is heel smerig. Want je, wat zie je wel? Misschien zie je smeren met je bek open te smakken. Spuug er dingen even uit, joh. Goorlo. Dat is nog zo lekker. Ja, doei. Mijn hol voor je. Ik zit nou even een lelijk wijf te horen, te luisteren. En aan jou met je vieze gekauw. Maar je moet, het is echt walgelijk dat je zo zit. Haal dat smerige ding uit je bek. Ik bewaar hem in een potje en ik verloor hem onder de kijkers. Jezus. Oh, ik heb er helemaal gezien. Moet nog mee op vakantie ook met varken. Ja? Ik moet pissen ook, Dennis. Ik snap echt niet dat dit soort mensen bestaan en toegang tot het internet hebben ook gewoon. En die Dennis, dat is, ja... Zo'n jongetje, weet je wel, die beseft nog niet eens wat hij doet. Dat accent van hem, ik weet niet, ik kan het gewoon niet aanhoren, maar voor de rest zou ik hem nog wat doen in het donker of zo, weet je. Lekker. Maar Jan... Moet ze huilen om mij? Jan, als je kijkt, de eerste... En kijk me aan als ik tegen je praat, Jan. Jij ook, Danny. Kijk me aan. Heb het lef om me aan te kijken. Zie maar wat jullie aanrichten. Ik heb het lef wel, maar het is gewoon niet smakelijk. Die vieze, bruine, scheve tandjes. Ik word er misselijk van. Maar goed, wat gaat het konijn nou vertellen? Ik word er helemaal doodmoe van. Richten. Maar Jan, jij bent echt zo gemeen en gluiperig bezig. Altijd wanneer er weer wat met je aan de hand was. En er is veel gebeurd met jou, dat weet je. Was ik even de eerste die altijd klaar zat op Twitter om... Twitter? Ik voel het echt als een dolksteek in mijn rug, sorry hoor. Maar ik was de eerste om me aan te kijken, Jan. Je was de eerste, was ik altijd, die het voor je opnam. Altijd een tweetje, bro Jan, dat ik met je te doen had. Dat ze weer op je zaten te hakken op het internet. Oh, dat wist ik niet. Dit vind ik zo schofterig om zo met je kijkers en je fans om te gaan, Jan. Als je mijn kijkers en mijn fans zijn, dan hou ik er gewoon mee op. Dit is toch verschrikkelijk? Je moet toch gewoon in de GGZ instellen, hier zitten met de deuren dicht. Hallo, alsjeblieft, op mijn vie. En Dennis, ik hoop dat jij ook het lef hebt om naar te kijken. Nou ja, goed, het lef is het probleem. Ik vind dat jullie met z'n tweeën doen. Dat stoere mannengedrag. Oh, wat erg. Dat seksistische, dat antigenderistische gedrag van jullie. Samen twee mannen een meisje aanpakken op het internet, dat durven ze wel. Een meisje? Godverdomme, de wijf is half 60. We zijn er bijna. Ik vind dat niet meer van deze tijd. En ik wil al mijn babes, jongens, laat even onder deze video een reactie achter dat jullie ook tegen seksisme en antigenderistische dingen zijn. Omdat is wel wat hier gebeurt. En Dennis, jij stelt me echt heel erg teleur. Jou had ik nog wel kunnen genezen, zeg maar, hè, met je leeftijd. Maar Jan? Nee, Jan, dat lukt niet meer. Die is al te ver heen, die is al te oud. En ik kan echt wel tegen een stootje. Maar jullie snap ik niet waar ik in zit. Hou op hiermee, kappen! Nou, we gaan nu een touw crowdfundje. Ik zei, vertel ik door Meijer. Jezus, wat is deze heerlijk gek. Dan gaan we naar YouTube Chillerman en dan denkt u wellicht, oh god, het is toch niet weer over die donderjong of weer Gio of Gio's vriendin. Oh, die truthoorden. Ja, zo lekker eenvoudig samen zijn, lekker in mijn bubbelbad balkon op een pizza, weet je. Jada Anna, of Jada Anna Jada, hoe heet je wat, hoe heet Ja, de Anna. Oh, de verschrikkelijke mutsjes dan. Heb je die reportage nog gezien dat ze met haar brommobiel door het land ging? Nee, maar ik hoop dat ze verongelukt is. Ook dat is satire trouwens. En wat vind je eigenlijk van zo'n brommobiel? Wat is een brommobiel? Dat is zo'n klein 45 kilometer autootje. Oh, zo'n bierautje? Ja, nee, een brommobiel. Je weet niet wat een brommobiel is. Je bent geen Mogol. Nou, volgens mij zitten er voornamelijk gehandicapten in die dingen. Wat is een brommobiel?
Auw, kut. Oh, hij trok een haar aan mijn kin. Dit horen ze continu bij RTL Boulevard uit de kleedkamer. Hé? Zo'n klein autootje. Oh, het is gewoon een autootje voor mensen die geen 18 zijn. Ja, een brommobiel. Oh, dat vind ik zielig. Ja? Ja, die zijn bestemd voor bejaarden en mensen die slechte been zijn. En niet voor over het paard getilde kleine meisjes die toevallig op het fluitje van die grintegelhassen zitten. Maar het gaat nu over Jiltje Tieleman en haar vader. Ja, leuke vent. Prachtige beelden zijn opgedoken vanuit Zeeland. Jan! Prachtige beelden zijn opgedoken vanuit Zeeland. Bij Jiltje. Je krijgt wel gelijk jeuk. Ze hebben die meiden dan ook gewoon jeuk. Als ze dan even voor... Ik kan Lily nog een keer bellen, maar ze neemt niet. Nee, ik denk dat Lily het niet weet. Maar het is wel zo dat... Wilfred geeft je dan dus die lady shave. En je hebt instant jeuk. Dus die meiden die hebben een enorme jeukende poes. Heeft hij dan ook... Ja, zeker als je dat net hebt gedaan. Dan is het ook allemaal nog een beetje rood en gevoelig. En naar jouw vrouw gaat Wilfred er dan in. Ja, die gaat er gelijk in. Ja. Maar, of weet je dat de kans op HIV dan ook toeneemt? Omdat er nog wat bloederiger is. Zeker. Maar zou Wilfred misschien daar een lekker smeerseltje bij zich hebben? Dus dat hij dan eerst even die poes geert en daarna... Even. We gaan naar Jiltje Tieleman en haar vader. En je hebt allemaal haren op je shirt. Dat is vrij onsmakelijk. Ja. Eerst heeft Wilfred hier dus op zijn kin. Enfin. Jiltje Tieleman laat de grote passie van haar vader zien. Leuk. Erg mooi. Ja, Jiltje Tieleman. En dan staat erbij. Mijn pa en zijn liefde voor Robbel praten. Sterker nog, hij kijkt naar de extra uitzending. Beste meneer Tieleman. Naast dat u een leuke dochter op aarde heeft gezet. Want potverdikke, leuk om naar te kijken. Bent u ook een man met smaak? U heeft de juiste genen niet alleen doorgegeven, maar u heeft ze zelf ook. Fijn dat u er bent. U bent welkom bij de Rolpaatclub. En zeker bij de extra uitzending. Zomaar in uw doosje. En als u helemaal een smaakvolle man bent, dan heb ik ook nu een aanbod voor u. Als u nou regelt dat Don verdwijnt, hè, die jongen, dan regel ik dat ik op die plek kom. En dan krijgt u die extra uitzending van mij. Voor niks. In ruil ervoor. Weet nou. U? Dus dan win-win. Die gek is weg. Ik ben de en de extra uitzending. Lijkt mij een prima aanbod. Ik zou er lekker op ingaan, meneer Tieleman. Hoe heet die van zijn voornaam? Geen. Gerrit. Gerrit Tieleman? Gerrit. Leuk. Gerrit, je bent een topgozer. Maar ik vind daarbij wel sowieso klasse van... Joh, het is een beetje gek. Ze antwoordt me nooit op Instagram, maar plaatst dit wel. Terwijl je weet dat in die scene waar ze zit... al die mensen die vinden ons verschrikkelijk. En toch plaatst zij het op en bloot op Instagram. Dus Jultje. Dat vind ik wel lef van Joel. Joel is ook een mooie meid. En niet alleen van buiten, maar ook van binnen. En een geschikte kandidaat voor mijn vriend aan deze zijde, zou ik zeggen. Ja. Dus als Don de Jong met zijn scheidmelige filmpjes en zijn verschrikkelijke leuke Lamborghini in een of andere riviertje rijdt, is het altijd nog Dennis die je op kan vangen. Is dat zo? Dan zijn we bij hetgeen waar moet gebeuren. We zijn bij het... reclameblokje. Hehe. Ja, want we hebben een auto ingezameld voor Tukkertje Lorenzo. Allemaal voor niets, hè, doen we dat voor anderen. Zelfs daar mogen we dan geen advertenties over draaien. Want dan zegt YouTube zelfs dat is niet leuk. Nou, wij verdrietig. Dus moeten we het van jullie hebben, anders is het einde nabij. En dan denkt u, het zal toch niet zo? Nee, dat is echt zo. Jan? Ja, echt waar. Het is verschrikkelijk en ook niet leuk. Maar ja, leven is moeilijk. We gaan even een paar dingetjes opnoemen. Onze sponsoren. Als je dat wilt trouwens, kan je nog steeds mailen. Ja, als je ook in het reclameblokje wil, naar... Dennis@roddelpraat.nl. Waar beginnen we mee, Danny? Nou, we beginnen met dat ze vertellen hoe ze... Oh, sorry. Ja. Mogoltje. Ja, mogoltje. Dat is niet nodig. Want als jullie ons willen steunen, kan dat op roddelpraat.backme.org. En denkt u dan dat geld verdwijnt in de zakken? Nee, daar is een website voor gemaakt, daar is een app voor gemaakt en er wordt een programma voor gemaakt. Jan en Dennis doen dingen. En we zijn op dit moment in Mallorca en dat moeten we ook allemaal zelf gaan betalen. Niet die reis, maar wel de uitgaven daar. Ja, ongelooflijk eigenlijk dat we dat doen. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval... En denkt u dan, krijg ik daar niks voor terug? Jawel, omdat we zoveel van jullie houden, houden wij altijd een boel over van de uitzending die we maken. En vaak stop ik daar dan dingen in waar ik van denk, daar komt gedoe van.
En die sturen we dan naar jullie toe. En dan heeft u, net zoals de vader van Jules Tielemans, iedere week een extra uitzending. Voor maar 5 eurotjes. 5 eurotjes per maand. Dat is toch helemaal niks. We krijgen iedere week wat opgestuurd. Dus eigenlijk 1,25 per week. In je reken doosje. Dat door naar de dag. Reken dat door per seconde. Is niks? Nee, dan is het echt niks. Ja, dat is echt bijna niks. Als je het per seconde doorrekent, zeker. Ja, maar we hebben nu ook een hele bijzondere exclusieve sponsor. Philips klopt aan de deur. Oh. Ja, nou is hij stuk. Nou. Na de uitzending van vorige week heeft Philips ons gemaild. Jongens, de lady shave die gaat weer als een tierenlier. Het ging even weg. Vrouw ging zich op een gegeven moment nat scheren. Weet je wat het is, nat scheren? Ja, met een mesje. Met een mesje. De hele lady shave, de aandelen, die kelderden. Maar sinds wij hebben bekendgemaakt dat onze vriend, ex-vriend, Wilbert Genee, altijd een lady shave in zijn achterbak heeft om de poezen te scheren van de vrouw bij wie die vreemd gaat, gaat het in één keer als een tierenlier weer tekeer. Philips is blij met ons en blij met jullie. Dus heb je een vriendin met een harige neut? Of denk je van, ik wil wel een keer vreemd gaan en die meid moet ook gewoon even een beetje, zeg maar, koop er ook een. Vraag er in je achterbakkie. 5 sterren heeft Wilfred hem gegeven. Hartstikke mooi. Deze, dat is prachtig. Kijk, en dan heb je dus met roze zijkantjes en een beetje paramoeren knopje. En als je hem aandoet, is alles kaal. En dan gaan we door naar de bananenbar in Gran Canaria. Nou, daar zijn ze ook allemaal kaal hoor, kan ik je vertellen. Ja. Het is verder, de bananenbar gaat bijna open. Ik heb gehoord dat er mensen voor de deur liggen. Ja, ja, in slaapzakjes. Ja, in slaapzakjes. De Bananenclub in Gran Canaria. Nou, ik ga je vertellen hoe het daar gaat. Iedere maandag is het daar Gay Day. Gay Day. Ja. De rest van de dagen dan is iedereen welkom voor stripteases, showdance. Je hebt man-only dagen, woman-only dagen, feest voor swingers. Oh. Hele vriendengroepen kunnen daar met elkaar gaan. Waarom je dat zou willen. Maar goed, lapdance. En de entree is slechts €50. En dan krijg je een uur lang onbeperkt drinken en een show erbij. Stel nou, je wil meer met die man of die vrouw. Alles kan tegen betaling. Hadden ze nog een actie? We hadden toch ook een actie? We hebben ook een actie. Als u daar bent, via ons, krijg je gratis entree. Dus niet die €50. Ja, dat is lekker. Dus ik denk dat je wel moet betalen voor je drinken dan. Dat weet ik niet. Ja, want anders kun je dan gratis suipen nu lang. Dat is toch ook niet echt handig. Herman, stuur me eens een mailtje terug. Hartstikke mooi. Dus ben je op Gran Canaria en heb je trek in een banaan, ga je daarheen. En als je trek hebt in een vleesbanaan, dan moet je er op maandag zijn. Want dan is het gay only. Nou. Wouter Zwitgoed. Misschien wel voor de laatste keer. Wouter Zwitgoed. Oh shit. Op mijn telefoon staan al de aanbiedingen. Jan heeft zijn telefoon. Daar ga je. Ja, want bij Wouters Witgoed heb je het allerbeste witgoed van Nederland. Namelijk nieuw witgoed, tweedehands witgoed. Je kan inruilen, altijd de beste deal, het hele verhaal. Maar Wouters Witgoed van Wouters Witgoed heeft mij een aantal stuks doorgestuurd. Namelijk de Siemens WT43HVOONL warmtepompdroger. Ja. En ook de... god, duurt het lang zeg. Een momentje. Ja, komt ie. De Beko DCU920-3020BX condensdroger. Dat is ook al in de aanbieding. En de... even wachten nog. Ja, de Siemens WM14N095NL wasmachine. Allemaal nu bij Wouters Witgoed. Uit voorraad leverbaar. Met 5 jaar garantie. Dus normaal was dat 3 jaar. Maar voor onze vrienden van de Rollenplaat, 5 jaar garantie op je condensdroger of wasmachine. Met de code die ik net heb voorgelezen. Ja, en dan gaan we naar het stucadoor collectief. Oh ja, wacht even. Als hij stuk is, je condensdroger, kan je erheen gaan. En dan wordt hij gemaakt door fantastisch ruikende mensen uit het Poolse achterland. Niks aan de hand. Stucadoor collectief. Daar heb je namelijk hele goed ruikende Roemeense mensen. En wat kan je er dan meer laten doen, Dennis? Stukken lassen. Lassen? Lassen niet? Voor mij niet lassen. Schilderen, keukens, aanbouw, verbouw. Latex spuiten. En het gaat hartstikke goed met ze, want ze doen tegenwoordig in keukens, in badkamers. En je kunt ook schilderen en ze zoeken nog steeds personeel. Dus ga naar de website van Stucadoor Collectief. Wil jij nou ook leren stuken of kun je al stuken? Ga erin en dan kun je daar aan het werk. En wat is de website? Stucadoorcollectief.nl.
Dus ook als je thuis op de bank zit en je denkt, ik moet wat, kun je daar aan de slag. Hoe mooi is dat? Maar dan nu, het mooie. De webshop is gevuld met allemaal nieuwe dingen. Mokken, nieuwe mokken, maar ook nieuwe kleding. Jan gaat staan. We hebben een prachtige design kledinglijn ontworpen. Tenminste, jij eigenlijk niet. Ja, bedankt. En dat is dan heel leuk. Dat is zwart en dan heb je dus de kleur staat er dan op. En dan moet je draaien. Dat is rood. En voor de duidelijkheid... Rood. Rood. En het fijne, de opdruk is zo goed, zo ziet het ook al zweet je enorm. Dat komt niet door de opdruk in. Nee. En heb je hier lang over na moeten denken? Over design? Nee, maar we willen creatief blijven. Het is hartstikke mooi. Limited edition. En tijdelijk. We hebben verschillende kleuren. Wat voor kleuren hebben we, Dennis? Rood, zwart, blauw, paars, groen, geel. Oranje. Oranje. Hebben we wit? Roze. Roze. Wit. Mooi. En dan moet ik nog naar de app. Hè? Want we hebben een mooie website, roddelpraat.nl. Met iedere dag de laatste scoops. Maar daar hebben we nu ook een app van gemaakt. En die kun je downloaden in de Play Store of de App Store, Roddelpraat. En wilt u nu ook zo'n app? Dan kunt u naar apptor.nl. En dan krijg je 50% korting op de app als je die daar aanvraagt. Maar download nou even die app. Hoeveel procent korting bij Apptor? 15% korting. Dus wil je een app? Ga naar Apptor. Leuk. En wilt u ook in het blokje mailen naar dennis@roddelpraat.nl. Mooi. Dan gaan we naar Rogier. Leuk. Ja, dit was misschien wel een record. Oh. Rogier heeft een fantastische tijd gehad op Ibiza. Niet. Rogier. Dat is raar, hè? Dat is wel raar. Want als er toch één iemand, godverdomme, zo bloedordinair is in dit land, is het toch die Rogier Smit wel. En waar moet je dan zijn als semi-BN'er toch op dat Spaanse poepgat van een Ibiza samen met al die andere playbayers. Ja. En dan zit hij daar, hè, die voorheen kale neet, en dan zegt hij dat hij het verschrikkelijk vindt. Maar wat vindt hij wel leuk, Dennis? Saint-Tropez. Ja, nee, dat zeg ik pas. Saint-Tropez, joh. Ja, ik zei het te horen. Ja, waar ga je heen deze zomer? Nou, we gaan naar Saint-Tropez. Ja, we gaan naar Saint-Tropez. Dat ligt in Saint-Tropez. In Frans. Saint-Tropez. Ja. Want daar is het wel hartstikke... leuk! Of wat de Fransen zeggen... bon! Nou ja... Hou u vast, Rogier deelt wervelende beelden vanuit Saint-Tropez. Het gaat helemaal los. Saint-Tropez, dit is die disco Saint-Tropez. Dit is toch verschrikkelijk? Dit ziet er gewoon uit als een disco in de jaren 80 in een boerendorp. Dus dan ga je zeggen, ja, Ibiza is helemaal kut. Dat deel ik met je. En dan ga je een foto of een filmpje sturen uit waar het wel helemaal te gek is. En dat is dan Saint-Tropez met disco met de jaren 90 muziek. En wat staat daar de DJ? Ja, wie is die fan? Dat is een man van 95. Die doet heel raar. Maar kijk, hij wijst dat aan. Hoi. DJ Jack. Is het DJ Jack? Ja, dat staat erbij. DJ Jack. Moet je zien. Wat een verschrikkelijke muziek ook. Ja, alles daar. Maar zou Rogier Jans hebben met DJ Jack? Dat zou wel. Dat zou waarschijnlijk met DJ Jack in de koffer liggen. Want anders ga je niet zeggen dat dit leuk is. Want dit is verschrikkelijk. Ja. Nee, dit zag er heel erg uit. Ach, wat een armoede. Ook al sta je in een mini-disco in Enschede, dan kun je nog een spannendere filmpje maken als dit. Ja, maar dit is ook hele slechte muziek. Maar goed, in ieder geval, ieder zijn meug, Rogiertje. Die is trouwens nog steeds met die aristocratische Italiaanse jongen. Nee, hij is HS. HS? Happy Single. Echt? Ja, maar hij is ook RTM. Wat is dat? Ready to Mingle. Is wat erg. En heb je nog... Beetje Engels leren, hè? Ja. Heb je nog CT? Nou? Contact. Nee. Nee? Nee. Heb je nog steeds geen CT? Nee. Oh, wees blij, want anders had je HIV. Ja. Nou ja, bij mij wel. Goed. Jan.
Ja, Dennis. Bedankt te kijken. Goed te kijken. Lieve kijkers van dit prachtige programma, mag ik jullie danken dat jullie weer hebben gekeken. Wij vonden het fantastisch om dit voor jullie te maken. We zijn op dit moment dat jullie kijken in Mallorca. Want wij zijn daar filmpjes aan het maken. Maar want, zelfs daar werken we door en zijn we dinsdag terug. En wilt u nou nog meer? We hebben een prachtige extra uitzending klaarstaan. En die kunt u ook vinden via roddelpraat.bandmeet.org. En dan kunnen we nog eens een biertje drinken in Mallorca. Hebben we echt geen zak geld aan? Nee, dat krijgen we niet. Het zijn problemen bij GoFun. Nou, dat mag ik ook eigenlijk niet vertellen. GoFun, zo'n bedrijf! Top! Maar ik dacht dat we het juist om de consumptie deden. Want laat eerlijk zijn, ik lust er nog wel eentje af en toe. Nou, en dan straks ziet u ook binnenkort de beelden van allemaal dames van een jaartje of 18, 17 die op jou liggen. Gaan we niet uitzien, gaan we niet uitzien. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot volgende week. We love you! Ja, nou, dat is ook zo. Ja.